Op het plein in Tiel mag het geluid na 11 uur niet harder dan 76 decibel. Dat besluit heeft het college van Tiel genomen. Maar waarom eigenlijk? We vragen het aan wethouder Frank Groen. Fijn dat je aan wilt schuiven. Ja, we hebben elkaar eerder gesproken. Toen hebben we ook afgesproken dat we elkaar zouden tutoieren. Dus dat doen ja. we vandaag ook. Hè? Prima. Um, je staat ook aan tafel naar aanleiding van een persbericht en dan min of meer over... De aanpassing van het geluidsniveau van de horeca op het plein. Waarom is dat nu ineens wel nodig? Uh, nou ja, er is een kroeg-eigenaar die uh, graag wat meer muziek wil maken. Of tenminste wat harder muziek wil maken. En die heeft de verruiming aangevraagd. En uh, dat is helaas uh, afgewezen. Uh, afgewezen omdat het uh, nou, de, de, de pand zeg maar, niet voldoet om die geluidsniveau uh, te verruimen. Uh, en verder gelden gewoon de, de, de regels die we al hadden. Dus het is niks nieuws. Het mm -hmm. popt alleen nu uh, wat meer op. Heb je enig idee hoe het komt dat het dan nu uh, op popt? Dat er toch dan op een of andere manier moeten er dan meer klachten zijn? Ja, na corona is uh, sowieso landelijk wel een beeld. Dat, uh, nou, dat er toch wat meer klachten zijn van geluidsoverlast. Uh, dus daar hebben wij als Tiel niet alleen mee te kampen. We zien het in Tiel ook. Dus ik uh, kan het in ieder geval beamen dat het bij ons ook speelt. Uh, nou ja, en, en daar, daar heb je dan mee te dealen. Ja, ja dat, op zich is dat natuurlijk heel makkelijk gezegd, maar het is een horecaplein. Ja. Dus je zou verwachten dat daar dan ook wel wat meer geluid gemaakt mag worden. Klopt. Nee, dat is ook het, het dilemma waarin we zitten. Hè. Kijk, als ik even advocaat van de duivel ben, dan zeg ik... als je rustig wil wonen, moet je natuurlijk niet op een horecaplein gaan wonen. Dan moet je ergens op een hutje op de hei gaan zitten. Mm -hmm. Maar er zit natuurlijk een wereld tussen een hutje op de hei en het horecaplein in Tiel. Hè. Nou, dat is wat, we nu, wat er nu eigenlijk aan de hand is. We hebben een horecaplein in Tiel waar natuurlijk horeca zit. Daghoreca en avondhoreca. Mm -hmm. De daghoreca, daar gaat eigenlijk verder prima. Uh, maar de avondhoreca, uh, nou ja, die hebben natuurlijk s'avonds een feestje, dat soort dingen. Um, ja, ja, en dan komen mensen natuurlijk thuis, uh, willen gaan slapen. En dan uh, hoor je muziek. Of je hoort mensen praten, of mm -hmm. nou ja, dat soort dingen. Iedereen kan zich er wel bij voorstellen wat avondhoreca uh, doet. Um, nou ja, een aantal mensen uh, ja, hebben daar bezwaar tegen gemaakt. Ja, maar dan, dan nog Frank, je hebt, uh, je zegt het zelf ook, het is een horecaplein. Ja. Zit er dan niet een, een bepaalde vergunning op dat daar dan dat wel ge, uh, gemaakt mag worden, die muziek? Of is het dan juist dat er een, een woonbestemming bijvoorbeeld op zit? Want dan kan ik er me wel iets bij voorstellen. Nee, die is er zeker wel. Uh, voor de panden beneden, zeg maar, hè, waar de horeca in zit, uh, is dat zo. Hè? Dus daar gelden gewoon de landelijke regels. En dan mag horeca tot 11 uur een bepaald aantal decibel maken. En na 11 uur moeten dan de deuren dicht. Uh, en op het moment dat je dat meet bij de gevel van de buurman, mm -hmm. mag daar maximaal 40 decibel op de gevel aanwezig zijn. En dat hangt dus af van hoe goed je pand geïsoleerd is: ja. geluidsluis, dubbelglas, hoe hard de muziek natuurlijk binnen staat en hoeveel mensen er binnen zitten. Want hoe meer mensen binnen, als je dan nog muziek wil horen, hoe harder de muziek ook moet uiteindelijk om de muziek weer te horen. Dan gaan mensen waarde praten. Ja. Ja, en uiteindelijk is het natuurlijk een opstapeling van geluid. 40 decibel is natuurlijk ook niet heel veel. Hè? Dus ik weet niet of de meeste mensen zich een voorstelling van kunnen maken. Maar als je één keer zachtjes hoest. dan hoest je al over de 40 ja, decibel ja, heen. Ja, volgens mij maakt mijn vaatwasser zoveel uh, geluid. Die kans zit wel in. Ja. Ja, ja, dus dat is al bijna niks. Hè? Dus nee. uh, nou ja, uh, dan, dan kom je natuurlijk een beetje in een grijs gebied. Hè? Uh, dan heb je zeg maar de klachten. je hebt de horeca. Nou, en dan is het een beetje schipperen met hoe ga je daar nu mm -hmm. mee om. Uh, nou ja, in dat, dat, dat dilemma zitten we nu. Ja, want uh, er wordt eigenlijk gehandhaafd hè, door de ODR, er wordt ook gemeten. Werd dat altijd al gedaan? Ja, ja de ODR uh, in Tiel zeg maar, is zo dat op het moment dat er klachten zijn, dan, uh, nou, dan worden die natuurlijk verzameld. En dan wordt, daar, uh, wordt er naar, naar die klachten gekeken. En uiteindelijk uh, komt, uh, doet, de, do, doet de ODR niks anders dan wat ze al deden, mm -hmm. namelijk gewoon meten op het moment dat er wat aan de hand is. En uh, geluid uit uh, de cafés zelf, hè, die, mogen, die kunnen ook meten. Dus uh, de, ik, ik ken een aantal kroeg-eigenaren die dat ook gewoon netjes doen. Die lopen naar buiten op het moment dat er binnen een is. en die gaan kijken: oké, okay, uh, gaat het een beetje goed, ja, zeg ja. maar. Maar net wat ik al zei, 40 decibel is natuurlijk niet nee. heel veel. Dus uh, je zit er ook al wel heel snel aan. Ja, en dan, je zei zelf: uh, laat ik eens advocaat van de duivel spelen. Laat ik dat ook eens doen. Want eigenlijk, als je nu gaat zeggen: van dit, dit mag niet zoveel geluid worden de, de horecaondernemers daar niet vrolijk van. Dus hoe ga je dat nee. proberen in goede banen te leiden? Nou ja, laat ik vooropstellen dat uh, dat allebei nodig is. Hè? Dus uh, we hebben als Tiel heel erg belang aan onze avondhoreca. Want uh, dat zorgt voor de reuring in de stad, gezelligheid. Nou, dat moeten mensen ook echt uh, kunnen, kunnen beleven, zeg maar, hè, de horeca. Maar we hechten natuurlijk net zo goed belang aan uh, bewoners... Mm -hmm. die in onze panden wonen, en een leefbare stad. Dus allebei klopt. Maar hoe ga je dat nou een beetje met elkaar vereeuwen? Voor die uitdaging staan we nu. Ja, heb je daar al. Over gesproken, bijvoorbeeld zowel met de, met de bewoners als met de horeca, misschien? Van joh, waar kunnen we elkaar vinden? Nee, met de bewoners nog niet, maar ik ben al wel met de horeca in gesprek geweest. In ieder geval met de avondhoreca, waar het over gaat nu in dit mm. geval. Um, en daar hebben we nou, met alle uh, eigenaren zeg maar, gezeten. Een paar weken geleden. En nou heb ik dit gewoon op tafel gelegd. Jongens, dit speelt er, uh, dit is er aan de hand. En nou, daar zijn eigenlijk twee belangrijke dingen uitgekomen. De ondernemers kijken eerst naar hun eigen pand. Hè. Kan ik daar nog wat verbeteren aan isolatie, geluidsisolatie? Dat is één. Dat is eigenlijk voor eigen rekening. En het tweede is natuurlijk dat wij gaan kijken van... oké, okay, valt er nog een geluidsnorm om te verruimen? Wat moeten we daar dan als college voor doen hè, om, om dat toe te staan? En hoe kunnen we nu die werelden een beetje met elkaar laten combineren? Ja. Zodat het voor iedereen zeg maar, goed toeven is daar... Um, nou ja, daar dat, dat ben ik nu mee bezig. Ja, want het, uh, het verruimen is volgens mij niet zo makkelijk. Want dan moet nee. je van allerlei dingen aanpassen. Dat kan jaren duren. Nou, je, hebt een, uh, je kunt maatwerkvoorzieningen afgeven. En dat hangt er dan vanaf hoe goed een pand geïsoleerd is. En dat beoordeelt dan in dit geval een uh, geluidstechnisch bureau. Hè, die, uh, die moet dan komen, zeg maar. En die meet hoe hard de muziek binnen mag voordat jij buiten. Uh, aan een bepaalde grenswaarde ja. zit. Uh, dus afhankelijk hoe beter een pand geïsoleerd is, in simpele woorden, hoe harder de muziek kan binnen. Uh, nou ja, en iedereen snapt natuurlijk wel dat op het moment dat het zeg maar een warme zomeravond is met 30 graden, dat een, een, een kroeg lekker zijn deuren open wil ja. houden, zo lang mogelijk. Hè? Dat willen we zelf ook. En op het moment dat je dan een klein beetje muziek aan hebt staan, zit je al heel gauw natuurlijk aan die 40 ja, decibel. Zeker. Sterker ja. nog, je kunt hem al bijna niet horen, want dan zit je er al aan. Ja, en daar moeten we denk ik toch wel een beetje, uh, ja, tolerant wil ik niet zeggen, maar daar zullen we toch wel een bepaalde coulance naar elkaar moeten gaan krijgen. Mm -hmm. zeg maar. Dus misschien dat er ook wel een gesprek met die boons moet gaan komen. Ja. Wie ervaart nou wat? Ja. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ja, daar komen me ook wel wat bij voorstellen. Zou het, uh, en dat is misschien een aanname van mijn kant, zou het ook zo kunnen zijn dat omdat toch de dagen wat donkerder worden, hè, mensen zitten ja wat binnen wat somberen, misschien dat ze dan toch meer last. Ervaren van het geluid en zomers, als het mooi weer is, en mee kunnen genieten van de muziek, misschien niet? Ja, het is juist andersom. Oké. Okay. We hebben juist in de winter relatief weinig klachten, eh, omdat de, de, de kroegen natuurlijk ook wat meer naar binnen gericht zijn. Hè. Want je buiten kun je natuurlijk niet zoveel, omdat het weer natuurlijk wat slechter is. Dus we zien juist in de zomer, wat, wat ik al zei net, hè, als de deuren openstaan, als het lekkere zomeravond is, ja. mensen lekker op het terras zitten. Eh, nou, vanavond eten vaak uh, aan een tafel blijven zitten, naar een uh, kopje koffie, naar misschien nog een borreltje voordat we naar huis gaan. Dat is vaak uh, het moment waarop er dus uh, geluidshinder is. Ja. Dus het hoeft ook niet per se van muziek te zijn. Een hele grote groep op een terras kan net zo goed uh, voor iemand zeg maar, hinderlijk zijn. Ja. Ja, en hoe ver moet je dat dan zeg maar, uh, ja, laten gaan of moet je dat zeg maar, dan echt in behandeling gaan nemen als klacht? Ja, dat is lastig, want er is ja. juist volgens mij ook vanuit de gemeente, en zeker toen ook met coronatijd, ook uh, meer terrassen toegestaan dan uh, normaal gesproken. Ja, en, en eigenlijk zou je natuurlijk na, na Corona zou je natuurlijk verwachten dat toen we helemaal niks meer konden, mm -hmm. dat je iedereen iedereen dacht van nou God, we kijken uit naar uh, als alles weer open gaat, de samenleving open gaat, dan zouden we daar ook een beetje van geleerd moeten hebben, hè? van uh, nou dat is mooi dat dat allemaal weer kan, uh, maar waarschijnlijk gaat het dus voor een aantal mensen ja. een bepaalde grens over, ja. en we moeten dus zien te achterhalen wat dan die grens is. Is dat voor jou uh, als wethouder lastig? Vind je het lastig om hiermee te schipperen? Uh, nou, er zit wel een dilemma in natuurlijk, dat durf ik wel te zeggen. Ja. Want aan de ene kant, wat ik al zei, wil je, ben ik trots op onze horeca mm. hè, die, die er zit. En die hebben het ook niet makkelijk, dus die wil je ook ondersteunen. Aan de andere kant wil je er natuurlijk ook voor je, voor je bewoners zijn, je inwoners zijn. Dus dat, dat is ook hè, het algemeen belang wat we dienen. Dus ik ben daar niet per se partijdig. Dus het is wel een dilemma om hier op een goede manier met elkaar uit te komen, denk ik. Ja. Gaat dat lukken? Nou, ja, dat denk ik wel. Er is niks wat tot nu toe niet gelukt is. Dus ik, daar ga ik ook maar gewoon vanuit dat dit gaat lukken. Maar we moeten er wel ons best voor doen. Dat ja. uh, zeker wel. Ja. Nou, ik uh, spreek je misschien nog wel op het moment dat er een, een hele goede oplossing is geworden, gevonden. En ik uh, vond het fijn dat je aan tafel was om het uh, toe te lichten. Graag. Dank je wel. Ja, jou ook. Dank je wel.